echt. Hier. Let's go, zegt ze. Yeah. Oké. Okay. Let's go. Okay. Hi. Hi. Ik kom even een interview met je doen over deze open dag. Ja. Bij het Koning Willem 1 College. Ja. Ik ga wat vragen stellen en je mag dan... ja. Je moet zo serieus mogelijk moet je beantwoorden. Oké, okay, ja. Oké. Ja, je bent naar deze opleiding gekomen voor een reden. Welk beroep wil jij laten gaan uitoefenen? Ik wil timmerman worden. Oh, oké. Okay. Timmerman. ja, dat was thuis een grappig aan, sorry. Nee, je zit hier goed. Ik was gewoon verrast door het ongelooflijk goede antwoord. Gezien het feit dat je timmerman wil worden... Hoe denk je dan dat dit hele camera gebeuren erbij gaat helpen? Nou, kijk, ze maken altijd van die documentaires op National Geographic over hoe ze het hout kappen in oerwouden en zo. Oké. Okay. Kijk, en dat filmen ze heel mooi. Dus ik dacht, als ik nou eerst het hout heel mooi ga filmen en dan iets van ga maken, dat maakt het gewoon perfect. Ja, daar ben ik het mee eens. Dus jij neemt inspiratie van dingen zoals National Geographic, hè, en jij wil het timmeren en het zagen en het werken aan de wagen wil jij ook filmen, terwijl jij timmerman wil zijn. Dat is wel een heleboel op je bord. Ben je niet bang dat je een burn-out zal hebben? Die heb ik al. Nou, die heb ik al. Ja? Heb je die al? Ja. Weet je dan wel zeker dat je deze opleiding wil gaan doen als je een burn-out hebt? Nee. Timmerman. ja, dat was thuis een grappig aan, sorry. Nee. Je zit hier goed. Ik was gewoon verrast door het ongelooflijk goede antwoord. Ja, ik dacht, hij moet timmerman worden. En hij zei, ik moet timmerman. Ik hoorde maar rechts gekiekel van... Timmerman, ja. Ik dacht al zoiets. Ik dacht, ja, die man die moet timmerman worden, dat dacht ik. Ik dacht, hij moet badkamers gaan fixen, nou, hij moet timmerman worden, jongen. Oké. Doen we die take opnieuw of nee. Laten we dat er gewoon in? Die laten we erin. Laten we maar gewoon erin. Oké. Okay. Nou, dat is voor de vloek erin. Oké. Okay. Let's go. En aangezien het feit dat je timmerman wordt. Oké. Okay. Ik heb er helemaal niks mee. Dit is dus waarom ik niet voor de camera moet. Oké. Okay. Hier, let's go. Oké. Anyway. Dus. Kunnen we gaan filmen? Ja. Dus aangezien het feit dat je timmerman wil worden. Godverdomme. Ik spuug je gezicht. Godverdomme. Ik spuug je vol in je gezicht. Godverdomme. Sorry, Merel. Maar ik zei het, jongen. Godverdomme. Ja, heb je die al? Ja. Oké. Weet je dan wel zeker dat je deze opleidingen wil gaan doen als je een burn-out hebt? Nee. Je twijfelt nog? Nee, ik twijfel niet. Ik weet niet zeker dat ik... ik twijfel heel erg. Ik weet niet zeker of ik dit wil doen. Je twijfelt tussen dit of de helikon. Ja. Dus dan kun je schapen vachten. Kun je gebruiken tijdens het timmeren. Precies. Kun je een helm maken van schapen. Ja. Kun je een stoel van maken. Een schapenvachtstoel. Oké. Okay. Ja. Mooi. Klinkt als IKEA design. Nog een vraag. Die doet.
Zal ik die camera eens heel erg anders steken? Nee, doe dat maar niet. Ja. Wat is het mooiste wat je hebt gezien op deze school? Jou. Het is gezien het feit dat je timmerman hoor. Ja, dit is niet mijn schuld hoor. Oh, jij begon te lachen. Nee. Oké. Okay. Kutje anders. Dit gaat echt nooit goed komen dit. Jij hebt dus een heleboel gezien vandaag op deze school. Wat is je het meest bijgebleven? Nou, er liep me toch een knappe jongen. Hij heette... Brem? Ja, Brem. Oké. Oké. Ja. Dat is koning Willem 1 komt uit, blijkbaar. Komt uit in een theater. Dicht bij jou. Anyway. Ja. Ja. Oké. Oké, nou, dan wil ik je hartelijk bedanken voor dit hele leuke interview. Ja, jij ook. Bedankt. Dan vraag ik van je ja. Om zeker voor deze school te kiezen. Sorry, wat? Dan wil ik je vragen om voor deze opleiding te kiezen. Hartstikke bedankt mensen voor het kijken. Ja. En tot de volgende keer.